Don't walk away from me. Don't walk away from me. En die daar is heel erg stout geweest. Ja. Heel erg stout. Ze haalde haar lip omhoog en ze liet haar tanden zien tegenover Rijka. Hé, meisje? Ja, hè? Mag niet, hè? Want daarom legt haar misschien ingezongen. Ja, ze zijn bezig. Daar aan die kant komen al hekken, aan de kant van de gracht. Er komen over die roestige palen te staan, dus met planken er tegenaan. En dat komt tegen, nou ja, in dat ribbelrandje komt dat te staan. En dan kunnen we hem hopelijk als een kijkgaten maken. Ja, lieve vrienden, er ligt hier een hek op de grond. En ja, ze zijn bezig. Daar aan die kant komen al hekken, aan de kant van de gracht. Er komen over die roestige palen te staan, dus met planken er tegenaan. En dat komt gewoon tegen, nou ja, in dat ribbelrandje komt dat te staan. En dan kunnen we hem hopelijk als een kijkgaten maken. En anders, ja, dan moet ik het op afstand filmen. Ja, maar ze gaan dus een beetje van start om het terrein klaar te maken voor te bouwen. Zoveel tegenhuizen, ik meende, ja, ergens in de 20 weet ik veel, 22 weet ik niet. Maar in ieder geval, van die palen komen, dan komen er dus weer planken er tegenaan. Dus ja, dat. Dus. Maar Elwin, kom jij eens even dichterbij. Hier komen, nu. Rijka, ook. Zitten. Zo, niet op lopen. En die twee heren daar, ik schrik me rot, van die fietser, die had ik niet in de gaten. Die twee heren zijn met de hekken bezig. Dus ja, die staan er gekleurd op en dan gaan ze in de auto. Ja. Dus oké, wij gaan ook weer verder, want Willy Wilmel die komt ook zo meteen. En ja, ik wens jullie natuurlijk ook een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en het is vandaag een maandag op mijn horloge 12:50. Dus ja, bijna 1 uur. En wij gaan weer lekker gezellig verder met de meisjes lopen. Ik ben nog ingezoomd. Zo, hè? Ja. En de grachten die stinken, dus het is maar goed dat het geen geurcamera is. Ja. Dat was een vrachtwagen. Dus ja, wij gaan weer verder, lieve vrienden. En ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. En ja, geniet van je dag. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer even retour. Het zonnetje is weg. Het is aangenaam koeler geworden. De computer is gek. Die zegt 25 graden, maar dan is het lang niet meer. Echt niet meer. En ik zie ook niet waar je... Oh, daar kan je even versen. En dan blijft het 25 graden, maar dat is het niet meer. Nee. Google Hub heeft er 21 graden. Mijn telefoon pak ik er ook even bij. Kijk wat die zegt. Ja, dan zullen we even koeken luren. Die zegt ook 21, maar we zullen hem even verversen ook. En die blijft ook op 21 graden. Dus de computer die deugt niet. 25 graden, dat is te warm. Ja, en de zon die is echt helemaal verdwenen. Ja, echt waar. Helemaal verdwenen. Het is grijs, het is grauw. Ja. Dus ja, dat dus. En die daar is heel erg stout geweest. Ja. Heel erg stout.
Ze haalde haar lip omhoog en ze liet haar tanden zien tegenover Rijka. Hé, meisje? Ja, hè? Mag niet, hè? Want Daro legt, even zien, moet ik even in gaan zoomen. Dat kookstaafje. Ze hebben gisteren allebei eentje gehad. Dat Elwing hem zo snel op heb, kan ik niks aan doen. Maar Rijka heeft hem nog steeds niet op. En Rijka die zou hem pakken, maar ze werd weggejaagd door Elwing met gegrom en neus omhoog en tanden laten zien. Ja, dan ben je bij mij aan het verkeerde eind. Dat mag dus niet. Hey, daar was je weer even. Ja, daar was je weer even. Het zonnetje. Lekker. We waren hier kwijt. We zouden al gaan zoeken. Ja, we zouden al gaan zoeken. Hé, ja, Rijka. Rijka. Hallo. Kiekeboe. Ijskoud. Ja, het zonnetje is er weer. Zou ze terugkomen? De lucht gaat ook wel heel hard hoor. De bewolking dan, hè. En ik zie een duifje op de lantaarnpaal. Die zit zich te poetsen. Leuk, hè? Ja. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie ding. Ga ik ook doen. Ik ben met eten bezig. De broccoli die staat op. Dus dat laat ik lekker even staan. Dat gaat zijn gangetje wel. Dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb hem maar even omgekleed. Want ik nog wel blote armen, maar even wat warmers over mijn rug, et cetera. Ik heb mijn bloemetjesrok weer aan. Ik had hem eigenlijk moeten strijken, maar ja, als je hem aan hebt, krukkelt het weer. Dat is deze. Ja, ik heb er wel een legging eronder met een goud biesje. Ja, nou, lekker belangrijk. Ik heb nog wel blote voeten ook, maar het is aangenaam kouder geworden. En het is weliswaar 21 graden, maar het zit te schommelen. Dan weer 20, dan weer 21. Ik denk dat die computer blijft gek doen met 24, maar ook dat is te hoog. Want zo warm is het buiten niet, nee. Willy is weer weg. Ik ga ook even de hort op. Ik weet niet of ik ga filmen, ja of nee. Ik neem deze mee. Dus zie ik wat, ja, dan kan ik het doen. En zie ik niks, ja, dan hebben we pech. Ja. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik kan niet ver weg. Ik hoef ook niet ver weg. Maar ik moet eventjes dingetjes regelen. En ja, boodschappen. Ik heb nog niks nodig, 1, 2, 3. En ik ben met eten bezig. Ik heb broccoli gekookt. Ja, dat is gaar. Dat staat in de pan nog lekker na te garen. Ja, broccoli. Ik heb een bak met uien. Dat ga ik bakken. Met rode paprika. En spekjes. Dus ja, dat dus. Hup, die erop. Die erop. Die erop. Nou, staat het torretje klaar. Ja, toch? En ja, ik zit te twijfelen, wat moet ik nog aan? Ik denk dat ik mijn blauwe vest maar aan doe. Want die staat bij mijn rok, er zit blauw in. Ja. Dus. En dan ga ik eventjes eruit voor mezelf, weet je. Mijn hoofd even leeg maken. Want ik ben ook heel erg moe van de afgelopen week. En dan kan je nou tot rust komen. Maar ik moet ook mijn hoofd even leeg maken. Zonder wie er en wat er ook bij. Ja. Dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet gewoon ook een beetje mee.
Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer hier. Ik ben met de meisjes uit geweest. En dan kan je vernemen dat je moe bent, hoor. Van die hele week collecteren, want zelfs nou is een kilometer met te veel. Ja, terwijl het toch koeler is. Maar ja, ik denk, ik moet langs die koude rothoek. Ik denk, ik doe over mijn feest dat hele dunne jasje aan. Nou, dat was toch wel weer te veel. Want al met al, het is nog steeds 20 graden, zover ik weet. Ik weet niet, de telefoon geeft nou 19 aan. 20. Dus het is inmiddels alweer 20. Dus het zal wel schommelen. Maar oké, ik ga zometeen even de vlog delen. En er is er eentje lastig. Die wilt naar binnen. Ook dat nog. Ja. Meneertje, kan dat? Hé, meneertje, kan dat? Ja. Meneertje, kan dat? Meneertje, kan dat? Ja, wat moet je? Nou, wat denk je? Vrouwtje gaat nou eerst rap even die vlog delen. En daarna ga ik eten klaarmaken voor mezelf. En de televisie aandoen, ook dat nog. Ja, en ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus nog weer een hoop te doen. Ja, echt waar. En dan leggen de meisjes. Hé, joh. Ja, echt waar. Hè. En het is nog steeds grijs en grauw buiten. Ook dat nog. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Wij hebben het weer niet in de hand. Dat hebben enkel die elite. Die hebben dat wel. En moeder de natuur zelf natuurlijk nog, hè. Ja, die heeft het ook nog. Maar ja, manipuleren ken ik ook. Maar dan bij wijze van spreken bij mensen. Maar bij het weer kan ik het niet. En dat kennen de elite weer wel. Ja, kost ik een heleboel geld. En dat heb ik niet. Nee, anders had ik misschien ook meegedaan. Had ik het zonnetje laten schijnen. Ja. Overdag mooi weer. 'S nachts regen, sneeuw, hagel, storm, onweer. Noem maar op. En voor de rest overdag mooi weer. Hebben wij toch ook wat. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Moet je nog eten, smakelijk eten, bon appétit. Heel gegeten, dan zeg ik, mag het wel bekomen. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, er is weer een tijd aangekomen om de dag af te sluiten samen met jullie. Want ik heb de computer trouwens al uit. Waar is mijn telefoon? Ik weet niet eens hoe laat het is. Ja. Even koeken loeren. Het is 2:15. Dus tijd om de bed op te gaan. Zo simpel als een bruine boon. Maar ik ben ook jullie wat vergeten te laten zien en te zeggen. Ik was bij een winkel, niet Big Bazaar, maar een andere winkel. En dat heet Op is Op. Ja. En daar zag ik iets leuks. Het zijn aanzichtkaarten. Kunnen jullie wel zo zien, hè? Maar ze zijn nogal hard. Ja, je kunt ze amper buigen. Nou staat hier toch een leuke tekst op. En die laat ik jullie zien. Ik heb er kostelijk om zitten te lachen. Ik denk, ja. Op wie zal dat nou slaan, denk ik dan. Ja, ik weet er sowieso al één en die zit in Den Haag. Ja. En er zitten er meerdere. Onder andere MR. Ja, ik zeg enkel de voorletter van de voornaam en de eerste letter van de achternaam. Zo zitten er meerdere dan enkel MR. Maar ik heb hier nog een leuke. Dat jullie het lezen kunnen, dat het niet te glimt. Maar in ieder geval, de wereld is een gekkenhuis en hier is de centrale. Oftewel, inderdaad, de wereld is een gekkenhuis, maar waar is de centrale?
Puntje, 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 puntje. Vul maar in. Maar ik heb er kostelijk om gelachen. Ik neem ze mee, ik koop ze. En dan hangen ze ook gewoon bij mij op de kastdeur. Ik vind het gewoon grappig ook. Ik vind het zo leuk. Ja, het slaat echt op dat zootje tuig daar. Maar ik vind het wel leuk. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Ik heb trouwens de deur toch nog open, hoor. Ja, het is zo lekker. Ik heb wel even geregeld, maar het is lekker. Nogmaals, welterusten, lieve vrienden. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer aan jullie bed zien te komen. En ja, jullie weten het allemaal, stuk voor stuk. God, die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht.